kom je aan dat ding? Ja, die heb ik meegenomen eerst. Dat toen we spawnen. Ja, ik weet echt niet hoe ik het maak. Daarom heb ik hem ook gewoon meegenomen. Dat is cool, ja. Toch? Dus, ik denk niet dat het super moeilijk te maken is, maar het is wel... Nee, dat zal vast niet. Man. Yo. Heb je ook een torch? Als je het van de spawn kan krijgen, nou neem ik het mee hoor. Free stuff from the spawn. Yes. Why not? Ik ben een Nederlander. Waarom geen gratis spullen, ja? Gratis voor niets. Gratis. Meenemen. Alles mag meenemen. Gratis en voor niets. Gratis? Gratis voor niets. If it's free, I'll take it. Gratis bamboestok met vuurtje erboven. Gratis. Neem maar mee. Voor okay. Jou. Voor jou gratis. Dat is niet Nederlands. Maar ja, is oké. Okay. Is oké. Okay. Maakt niet uit. Ik accepteer het, weet je dit. Oké, gelukkig. Ga je nu koken voor me? Ja, oké. Okay. Ik heb wat vis. Ik heb 32 visjes. Ik heb 5 stacks vis. Wil je 5 stacks vis? Oh ja. 5 stacks vis? 5 stacks vis? 5 stack fish, selling 5 stack. Selling 5 stack fish. Hoe kom je ineens? Ja, kom ineens al die villagers. Hey! Hey! Wij willen 5 stack fish. Die kennen alleen maar vis. Die weten alleen maar wat vis is. Ja. Hey. Dat zou best wel creepy zijn als je nu ineens dit krijgt of zo. Wat? Hey! Hey! Koala. Kaola. Oh. Dat is geen koala. Ik zat ook te denken dat er koala stond. Want toen dacht ik van... Nee. Het staat er niet. Koala. Koala. Je wilde eigenlijk koala zeggen. En toen maakte hij een typo. Nee, dat hoort zo. Nee, ik maak nooit typos, Kim. Nee, natuurlijk niet. Voor niet. Je... Nee. Dat doe ik niet. Nee. Never nooit. Never nooit. Ons huis zit met Teros maakt hij zoveel typo's toen. Je gaat altijd heel snel, heel hard typen. En dan komen er al van die dingen in van wat. Oh. I know. Even kijken. We hebben nu best wel veel hout, hoor. Ons huis ziet er wel heel raar uit met alle verschillende blokjes. Ja, weet ik. Dat palmwood moet denk ik weg. Ja. Wacht, dat... Welke? Dat oranje rare hout. Het boom of de planken? De planken. Ik vind de planken niet zo mooi. Dan gaan we die weghalen. Then we remove the planks. Plankie. Alleen dan... Hadden we er toch niet super veel van. Ik heb... Kunnen we dan? Niet... Eén stekje hout. Het is wel vet als we... Oh, what the fuck. Eén stekje hout. Ja. Wacht even. Ik ga even kijken. Even mijn... Mogani logs. Ja, dan kan je alleen maar dat maken. Palmwood. Ja, palm planks. Misschien kunnen we van palm planks wel stairs maken. Oh ja, dat kan wel. De binnenkant is prima, maar de buitenkant niet. Wat? Maar als ik dit weghaal, is het toch mooier? Die planken aan de binnenkant. Ja, ik moet even ook kijken waar onze deur komt trouwens. Ik loop niet helemaal rondjes om het huis te lopen. Ik denk helemaal waar je nu staat. Hier? Ja, oké. Ik denk het wel. Gaan we gewoon 2 deuren doen. Dan hebben we een vet lang iets. Ja, oké. Wacht trouwens, hier moest nog dit staan. Ja, want ja. Zo is die wel cool eigenlijk. Als we er hier de vloer van maken, is ook best wel... Is dat niet leuk? Nee, dan moet je met thatch doen, denk ik. Thatch. Maar wat is thatch? Dat is thatch. Wat hun hebben. Oh! Wat is riet! Oh! Riet, ja. Ja, weet ik wel. Thatch. Thatch? Geen idee, ja, ik had geen idee. Ik vul die gaten even op met wil je hout? Kom maar. Met wat voor kleur gaan we, of met wat voor dingen gaan we het nou zo doen? Met wat voor dingen gaan we dit opvullen? We kunnen dat ook gewoon met thatch doen trouwens. Of met hun, net als hun met bamboe eerst en daarna met thatch. Oh ja, want hun hebben daar bamboe. Hamboe. Hamboe. Ja, zullen we een huis slopen? Zullen het gewoon doen. Kom, die mensen kunnen toch niks. Nee. Kom, Kim. Sst. Ze zien ons echt helemaal niet. Kijk, hey, dat ze draaien. Canepa. Kapanepa, pa, na canepa. Kijk, die onder die trap. Hey. What the fuck? Ze zijn echt al... Ze zijn echt al geestelijk gestoord, die mensen. What the fuck? Die kan de vis. Hey, ja, echt zo. Vis was niet echt zo goed. Oh.
Steal niet. Everything, yeah! Dun, 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 dun. Dit zijn best wel assholes. Dit is echt best wel zielig. Oh, dit gaat vet snel, moet je zien. Ik neem ook die andere houtblokken mee, dat vind ik ook cool. Oh, ik moet één ding weggooien. Waarom... Niemand slaat ons ofzo? Oh nee, nee, hij komt niet op me af. Nee, nee! Ik heb ook dingen kapot gemaakt en ze laten me gewoon met rust. Ja, ik ook, maar ik vind het niet erg. Gratis bamboe. Hey, hij pakt onze shit op. Echt? Ja. Ga weg! Ga weg! Waar moet je dit zien? Wat? Wacht, waar ben je? Ja, moet je dit zien? Er komt iemand als het goed is nu naar beneden. Zo lullig. Ah, fuck dat. Wij hebben alle items. En die beesten boeien mij echt helemaal niet. Beesten ook nog echt. Shit, mijn ex is kapot. Ja, die van mij nog niet. Dus ik kan nog wel wat hakken. Heb jij wat van het spul mee? Ik heb al het spul mee. Oh, mooi zo. Kan jij dan voor mij... Ik heb hier een crafting bench. 2 exen maken. Ik ben hier toch. Kan ik hier opspringen? Ja. Kan ik dat? Nee. Oké, we moeten echt vet veel thatch. En dan gaan we het net als hun doen. Dan gaan we gewoon... eerst bamboe doen. Daarna ramen. En daarna weer bamboe erboven. En daar boven de bamboe doen we thatch. En dat is dan onze eerste verdieping. Onze eerste verdieping wordt dan wel vet hoog. Maar, of vet groot. Maar dat maakt niet uit. Dan doen we daarboven gewoon nog één. Hoe is hier? Awesome. Hier en hier. Een bamboehekje. Ja. Fuck, heb ik daar nog weer aan? Ja, dat weet ik niet. Mijn inventory zat vol, dus ik kon ze niet maken. De parkour Kim hier zo. We nemen ook die bamboehekjes mee. YOLO. Ja, alles gewoon. We zijn Nederlanders. Ik gooi die... ja, we zijn Nederlanders. Wat erg. Nee, joh. We moeten wel niet de chest kapot maken, want dan gaan ze denk ik niet meer vissen voor ons. Ook al hebben we toch wel genoeg een supply voor 10 jaar of zo. Maar... Oh shit, sorry! Oh, niet slaan! Heb je iemand gehit? Niet slaan! Oh god. Kom eens hier. YOLO die shit. Ah. Ren weg, Kim! Wacht. Er is nog geen health van me af. Oh, kijk nou! Allemaal shit. Free stuff. Woo. Nederlanders, yeah! Hij heeft zelfs al trappen gemaakt, hey. Echt nice. Ja, schijnbaar. Wat kan ik weggooien? Leather, wat doen we nou weer met leather? Nee, leather hebben we wel nodig, kan je flippers maken. Oh. Dan kunnen die spider eyes wel weg. Dan kunnen we vet ver gaan zwemmen. Yeah! Vet awesome. Kan jij hier wat pakken? Ik maak wel eens kapot en dan mag jij het pakken. Oké. Wat aardig ben ik weer, hè? Ja, joh. Behandel me maar weer als een vrouw. Nou, ik hak alles en jij mag alles oppakken. Vind ik wel goed. Vind ik wel eerlijk. Ja, vind je wel eerlijk natuurlijk. Zo, en dan gaan we dit nog meer... Mijn ex is nu alweer kapot. Mag een nieuwe ex. Waar ben jij? Hey, je bent daar. Ja, even alles weghalen. Een hele rave party, eentje daar. Yeah! Dus ga ik nu wel eens in mijn... Ga eens even lekker niet in mijn spullen zitten, maar gewoon... Fuck. Alles zinkt naar de bodem, vriend. Maar... Je ziet alles gewoon... Boven, ja klopt. Ja. Moet je alles van de bodem rapen, dat is ik al. Dat is wat crap. Ja. Want je weet nooit wanneer je het echt pakt of niet. Nee. Zo. Come on. Come on. Come here. Come here. We moeten ook een basement maken en daar gaan we alle vissen in doen en zo. Oké. Okay. Moeten we ook doen. Oké. Okay. Oké, okay, hoeveel ik heb nu 1 stack bamboe. Wow. Ik vind dit wel leuk. Want die villagers raiden. En hun maakt het helemaal niet uit. Hey Martin. Nee. Martin, zie ik hem. They don't care. Hey, they don't Martin. Give shit. They don't give shit. You think it's all fine. Martin gives shit. Ja, Martin die only wil me Martin. Neersteken. Ah. Het is lieve Martin. Lieve Martin. Die aap... Wat doen die aapjes? What the fuck? Geen aapjes kijken. Nee, inderdaad. Geen aapjes kijken. Oké, nog een laag bamboe hier zo.
Dit bamboe is niet goed. Ik weet niet wie dit bamboe heeft neergelegd. Ik heb ook allemaal, wat? Ik weet niet wie dit bamboe hier heeft neergelegd. Jezus. Ja, ik hè. Ziet het niet uit. Nee, maar dat is voor die deur. Ik vind het er juist niet uitzien. Oh, rotgolven? Stop ermee. Moeten we even nou, golven. Golven? Golven, why so silly? Why so silly? Ja, ze gaan iedere kant op. En ik denk niet dat het uitmaakt, die chests. Furnace? Nee? Zit er een furnace in de chest? Ik heb dat gedaan. Furnace in een chest en een chest in een furnace. Yeah. Een spider eye. Dan geef ik ze wel. Even kijken wat we een dingetje hebben. Chunk O-head. Alsjeblieft, dan neem ik een stekje vis mee. Dank je, doei. Bye. Oké, bye. Dank je voor jullie huis. Is toch best wel een goed idee, toch? Om een huis te steken. Ja, inderdaad. We zijn nog niet klaar, hè? We hebben nog 4 huizen te gaan of zo, maar dat doen we zo wel. Dat doen we zometeen wel. Oh, kijk nou. Allemaal vis. En wool. Oh, dat was van die dude die ik. Ik had gesloopt, jongen. Je dikke gesloopt, mot met jongen. Hem, ja. Dikke mot, en ik won. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Hey, aapjes. Ik wil een aapje in ons huis. Kun je ze niet toppen nee. met zo'n pina colada? Pina colada, dan rennen ze op je af en dan pakken ze, willen ze het af. Of gaan ze het af? Ja, daarom, dan laten we hem op ons afrennen en dan. Wat? Waarom heb je dit? Het wordt toch een twee deuren. Hm? Ja, heb ik toch? Opgevuld. Nee, je had hem opgevuld. Zullen we hiervan ons. Wacht, ik kom eraan. Wat was er mis? Oh. Ja, zo is het toch goed? Ja, ja, ik had hem opengemaakt. Je had hem dichtgemaakt. Auw. Ja. Nee, wacht, laat hem staan. Ja, ik had net een crafting bench nodig. Echt? Oh. Mm-hmm. Zet hem hierop dan. Oh. Zo. Want ik wil even bamboe slabs maken, want dat kan als het goed is. Oh, there we go. Bamboe slab. Slab. Kijk, dan lopen we gewoon zo naar binnen, zo. Ah, dan kom je hier. En dan moeten we nu ja, dit inderdaad allemaal met thatch doen. Dus het ziet er wel fancy uit. En oh ja, het glas is waarschijnlijk ook al klaar. Oh, ik heb geen thatch meer. Ja, ik heb ook nog glas. Oh, ik heb hier thatch. Hier. Give me the thatch. Dan geef ik jou hier het glas. En daar. Yep, yep, yep. Dan heb ik een thatch. Dat glas. Zo, en dan doen we hier glas. Ook al zie je dat glas. Oh ja, je hebt me 6 glas of 10 glas gegeven. Ja, ja. Maar er zit nog meer in de furnaces. De laatste 2. Oké, dan doen we hier een laagje met glas. En daarboven bamboe. En dan weer thatch. Ziet okay. er wel fancy uit. Hebben we iets meer nodig? Ja. Random hiccup. zo. Nou, eten. Doen, 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 doen. Ik voel me echt zo genaaid voor die mensen. Vet had gewerkt voor een huisje. En een vis. Stelen. YOLO, die shit gewoon uit ga, die ga gewoon verder. Dus. Ja, oké, okay, they live on. They don't care. Die ziet er best on. Wel cool uit. Ik heb meer nodig. Ik ga even nog een keer naar die zoek huisjes. Zo kan dus wat reed. Gaan we wat reed farmen. Want dat kan niet vet goed, want achter ons huis daar zit Reed. Eerst even stelen. Eerst even gewoon stelen. Neem meteen wat bamboe mee. Oké. Okay. Kijk, zo. En dan komt hierboven nog Thatch. Of hier direct naast komt Thatch. Shit, er zit een vlieg in mijn kamer. Ik heb mijn raam helemaal openstaan en nu zit er een vlieg. Jee. Een vlieg. Kijk uit. Lekker vervelend. Get out. Silly fly. Silly fly. Get out. Thinking they own the place. Ja, zo'n bromvlieg is het. Zodra het binnen is, weet hij gewoon niet meer hoe hij naar buiten moet. Ja, zo'n dikke vlieg. De kamer echt helemaal open staat. Maar nee hoor. De kamer staat helemaal open. Mijn raam. Okay. Yeah. Ja, mijn kamer ook blijkbaar.
Oh. Ja, voor die dude wel. Hey, party nee. Over here. Hoe kom ik eruit? I wanna go home. Ik moest voor 6 uur thuis zijn. Oh. Dan kan ik niet meer weg. Oh. Ik ga dat Rita nog even halen. Cry. Hey, swordfish. Martin de swordfish. Maar Martin doet helemaal geen kwaad. Dat denk je, maar zodra Martin echt kwaad wil doen... Wordt Martin kwaad. Shit. Oh, wat is dat? Oh, dat is een grossetje. Maar weer terug. Boep. Oké, okay, ik heb nog maar 3 glas en ons huis, dat gaat er toch wel een beetje fancy uitzien. Ja, niet. Ja. Zodra ik 2 verdiepingen heb, dan wordt het gewoon vet awesome. Vet awesome. Moet ook een soort verblijf hebben voor aapjes. Ja! Hm? Ja! Yay. Aapjes, verblijf! Waar is de bamboe? Bamboe? Ja, ik zoek bij die mensen een beetje bamboe, hè. Ik wil niet dat het allemaal naar de bodem van de zee zinkt. Hier heb ik wel. Ik ga even wat bamboe wat plaatsen. Yes. Ik heb 41. Een thatch slab. Een thatch slab. Die kan wel even eruit. Al die huisjes. We moeten gewoon zeggen, gewoon als het gebeurt, we moeten zeggen... Ja, er kwam een tornado langs, zodat jullie weg waren. Sorry. Ja, sorry. Tornado, man. Kunnen wij niks aan doen, sorry. Fuck nature. Fuck the nature, ja. Sorry, man. Sorry. Ja, wij hadden nog wel een huis. Sorry, ja. Ja, dit van onze was wel stevig genoeg. En wij hadden ook net even extra wat gebouwd. Dus van wat supplies. Wat we ergens rond hadden slingeren nog even. Weet hoe je, heet het ook we weer nog... als er allemaal hout en zo bij de zee komt? Huh? Dat heeft een speciaal woord, toch? Dat er allemaal afval en hout en ijzer en zo, weet ik veel wat. Allemaal stukken brokken van een schip bijvoorbeeld op aan zee komt. Ik wist het wel, maar ik weet het even niet meer. Heeft een speciaal woord? Ja, heeft een speciaal woord. Ik zeg gewoon dat is gebeurd. Maakt niet uit. Ja, iets... Ik denk er nog wel over na. Thatch slap. En anders weten die mensen wel, die gaan dat dan in de comments spammen. Ja, het heet zo hoor, terwijl wij het al wisten echt, of zo. Ja, die zitten waarschijnlijk echt fucking hard te schreeuwen. Wat is dit? En dan, oké, dat is 3 weken geleden. Ja, precies. We weten het nu al, ja. Dus dat ik het even op dit moment niet weet, anders kom ik er wel weer op. Maar. Ja. Oké, ons huisje ziet er nu wel, ik weet niet, ik ga nog even wat... Fancy panty uit. Thatch slabs ga ik gewoon nog wat neerplaatsen. Ja, ik heb even thatch nodig. Zo, is wel een beetje verspilling, maar dat maakt niet uit. Nou, ik heb een thatch nodig. Ja, we hebben echt heel veel thatch nodig. Hoe gaan we ons dak doen? Of gaan we op ons dak gaan we een zwembad neerzetten? Ja, dat gaan we doen. Ja? Oké. Ik zeg in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens en meisjes. Wil jij deze jongens auto? En meisjes. Ga jij eens allemaal alles zeggen, Kim? Ga jij eens de auto doen? Geef een groen duimpje voor de aapjes in de zee en zo. En ons idee voor een aapjespension. Ja. Ja, ga verder. En tot de volgende keer. En wat zeggen we dan? Bye! Goodbye! Goodbye!